Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar dit gloednieuwe video. Mijn naam is Steve Tibbe. Ja, dit is een video van mij. Wat ik vind. Wat ik vind. Hier is speciaal voor jullie 10 lievelingsetens van TV Tibbe. En versus slecht. Ik ga beginnen met nummer 10. Waarom nummer 10? Omdat dat het vieste is en we gaan tot aan 5. En daar begint het lekkerste. Oké? Nummer 10. Inderdaad, nummer 10. Dit is... ja, het spot. Dit vind ik het vieste eten dat er bestaat. Echt waar, dat is mijn mening. Echt waar, ik vind dat echt waar, dat vind ik heel vies. Echt waar, dat vind ik heel vies. Hutsepot, maar ja. Als je het nog piet moet op piet ook al, vind ik het kei vies. Nummer 9. Ja, nummer 9 al. Nummer 9, witloof. Alles wat van witloof moet ik niet hebben. Schijnt nu ook een lamp op mij. En mijn kamerlamp hierboven. Maar witloof, ik word als ik witloof eet. Het mag nou zo stuk zijn, hè. Echt waar, zo stuk. Word ik echt, ik ben echt niet aan het liegen, hè. Word ik echt wit. Echt waar, ik word echt wit van witloof. En als je me niet gelooft, kijk. Ik word echt wit van witloof. Nummer 8. Ja, 8 al. Kijk een keer. Worst met hutspot. Bleh. Dat vind ik heel vies. Echt waar. Ik heb het al gezegd. Ik vind hutspot vies. En worst ook. Echt waar. Echt waar, ik ben echt niet aan het liegen. Ik vind dat gewoon echt niet lekker. Nummer 7. Nummer 7 al. Spruiten, saus en aardappelen en rapen. Dit vind ik ook helemaal niet lekker, hè. Dit, voor de mensen die kijken, wat moet dat doen? Maar ten mijne, ik vind dat... dit in mijn lijst en ik vind dat ding van nu, dat is mijn mening. Jullie kunnen daar een andere mening over hebben, dat kan, maar ik vind dat gewoon echt niet lekker. Nummer 6. Ja, nummer 6 al. Voor de mensen die dit kijken, gaan dit waarschijnlijk super lekker vinden. Maar een heel lang verhaal, dit ga ik zeggen over wat gaat. Pizza. Pizza? Soorten pizza's. Wacht, kan je even weggaan? Ja, het is weg. Dit vind ik helemaal niet lekker. Ik ga je een kort verhaal vertellen. Toen ik nog met mijn lagere school op camping, en dan moesten we op een avond pizza eten. Wat gebeurde in de ochtend? Ik moest daar echt van overgeven. Ik voelde me al die avond, dus nadat we die pizza eten, ik voelde me niet lekker en die ochtend... ik moest wel een paar keer pizza eten op internaat, ben wel van weg van het internaat, maar... Ik vind dat gewoon echt niet lekker. Echt waar, ik vind dat echt niet lekker. Nummer 5. Nummer 5 al. Dit is zelfgemaakt. Op wat leek ze? Brokkenpap. Inderdaad. Dit is brokkenpap. Wij noemen dat zo, mijn zus en ik, omdat we geen andere namen voor hebben. Dit is lekker. Maar toch. Je moet een keer één keer maken.
Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Maar als je twee keer maakt, is het een soort van anders. Maar dit is, of ik Xander's bloemkool. Ik denk dat het bloemkool is. En nog iets. Maar, wacht, nog een foto. Net in de pot. Ja. Nummer 4 al. Stoofvlees met frieten. Zelf gemaakt. Ik vind dat gewoon ook super lekker. Dat vind ik wel lekker. Echt waar. Dus 5. Nu ben je aan het lekkerste. 4. Stoofvlees met frieten. Dat vind ik zelf gemaakt. Dat vind ik heel lekker. Echt waar. Dat vind ik heel, heel lekker. Toch staat het op 4. Omdat er nog veel lekkere dingen komen. Nummer 3 al. Het gaat snel, hè. Is een hamburger? Dit niet. Ik toon wel deze foto. Maar waarom is deze foto? Omdat je... Het is een soort voor jullie. Dit soort hamburger lust ik ook. Maar de hamburger die ik het lekkerste vind... Ik vind daar wel geen foto van te leg maar staan hoor. De hamburger, een hamburger? Dus een zo... Denk aan een McDonald's. Een broodje. Een hamburger, maar bovenop die... Dus een broodje, ketchup, hamburger en een broodje. Dat vind ik, die is de lekkerste hamburger. Echt waar, dat vind ik heel lekker. Nummer 2. Oh, nu weer bij. Kip, appelmoes en puree. Heel lekker, echt waar. Heel lekker. Kip, appelmoes en puree vind ik het persoonlijk een hele mooie, lekkere combinatie. Dat is gewoon super lekker. Zeker aanraden, je moet dit echt een keer eten. Dat is gewoon super lekker. Echt waar, dat is heel lekker. Nummer 1. Appelmoes, heel lekker. Appelmoes is heel lekker. Puree, ook heel lekker. En biefstuk. Dank u. Heel lekker. Heel lekker. Echt waar. Heel goed. Heel lekker. Heel goed. Echt waar. Heel, heel, heel lekker. Jullie denken nu, ja, het is nu had die bezijden. En dan zijn ik zoals altijd laat. Maar nee, er is nog één. En dat is... Nummer 0. Inderdaad. Nummer 0. Het lekkerste van allemaal is... Hete bliksem. Heel lekker. Wat is hete bliksem? Ik ga het ook even doen. Ja. Hete bliksem is gehakt. Wacht even. Is... Helemaal beneden, ik weet niet. Dit is de combinatie gehakt puree en appelmoes en paneermeel. Dit is heel, heel lekker. Echt waar, dat is zo lekker. Dat is echt smaakt. De smaak bij me echt alweer in de mond te komen. Nee, dat is gewoon fantastisch. Dat is zo ontzettend lekker. Gewoon super lekker. Echt waar. Zeker een aanrader, hè. Bedankt om te kijken en dan zeg ik zoals altijd later!